Ik heb besloten om te vaccineren. Ik vond het wel een beetje spannend in het begin, maar voor de prik voel je amper iets van. Ik heb me vaccineren omdat ik dat fijner vind, fijner voel en voor andere mensen te beschermen. We zijn een jaar onderweg en de coronacrisis is een nieuwe fase ingegaan. En dat is een goede fase, want de vaccinaties zijn begonnen. Dat merken we ook bij WSD. Er zijn al aardig wat medewerkers gevaccineerd, dus dat is goed. Dat betekent dat we langzamerhand uit deze crisis aan het komen zijn. Maar let op, dat betekent niet dat we op dit moment de maatregelen loslaten. Nog steeds geldt 1,5 meter, nog steeds geldt een mondkapje wanneer je verplaatst door WSD. Nog steeds geldt het eenrichtingsverkeer, het handenwassen, noem maar op. Maar het beeld wordt steeds beter. Ja, goed gevoel. Eigenlijk, want ja, dan ben je toch, voel ik dan dat je al een beetje... Ja, immuun bent, zeg maar, dat je beschermd bent. Ik was wel een beetje zenuwachtig vooraf. Goed dat je die vaccinatie krijgt, krijg je een brief, kan je lezen wat de bijwerkingen zijn. Nou ja, dan denk ik, oh, als dat er is. Dan denk ik, nou, dan kom ik op met die prik. S'avonds erop had ik wel wat rillingen, maar geleidelijk aan zakte dat weer. En de volgende dag was een zondag, dus ik was nog vrij. Dus... Toen hoefde ik nog niet naar het werk en de maandag was ik weer zo ver opgeknapt dat ik wel gewoon mijn werk weer kon doen. En wel een hele dag gelijk ook. We hebben de coronacrisis goed beheerst. Er zijn relatief weinig besmettingen geweest. Als er ergens iets gebeurde, hebben we daar snel op geacteerd, volop getest. En daarmee hebben wij het afgelopen jaar erg goed doorlopen. In de toekomst dat je wel naar terrassen kan en winkelen kan en gewoon boodschappen kan doen, dat je met z'n allen weg kan.